Of laatst ging ik met mijn vriendin bij een ander stel eten. Ik weet niet, ja, dat vind ik, zeg maar, bij een ander stel eten, vind ik het allerkutste van de hele wereld. Als je hier bent en je hebt mijn leeftijd, ik weet niet of je het leuk vindt om bij andere stellen te gaan eten. Als je jezelf dat hebt wijsgemaakt, dat is helemaal niet zo. Je zit gewoon stoer voor jezelf te doen van, wat ben ik toch volwassen en zo. Dat is helemaal niet zo. Eten bij een ander stel vind ik na kinderporno en oorlog of op een stukje Lego staan het aller... Of chips vreten en dat er dan zo'n stukje rechtop in je bek staat, weet je wel? Dat jij een soort driehoek in je hoofd geschoten krijgt. Of mensen die op de markt in fruit knijpen. Ken je die kenkellijst vandaag? Oh nee, deze is nog hard. Behalve op de 5 plekjes waar ik net keihard geknepen heb. Maar daarna vind ik dus eten bij... Oh nee, er is nog één ding wat ik nog kutter vind. Dat is dat moment waarop Wendy van Dijk zo de bril afdoet en die pruik afdoet en die tanden zo uitdoet. Dat zelfgenoegzame kutmoment, jongen. Ja, ik was het. Ik was het. Jij dacht dat die was, maar ik was het. Ik had je te pakken. Ik ben Wendy van Dijk. Ja, ik ben Wendy. Mijn huwelijk ging niet door omdat ik vet naïef ben. Maar ja, ja. Nu hou ik andere mensen voor de gek. Heb ik achteraf toch nog een beetje gelijk. Ik ben Wendy. Ik ben een gekwetste vrouw. Au, 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 au. Weet je? Een totaal ander uiterlijk aannemen is ook helemaal niet iemand voor de gek houden. Dat is namelijk, iemand heeft helemaal geen kans. Snap je? Dit is gewoon, hey Wendy, mijn hond is dood. Echt waar? Nee. Dat is helemaal niks. En er komt nog eens bij dat Wendy van Dijk mensen uit Engeland en Amerika voor de gek houdt. Snap je? Die kennen haar helemaal niet. Die hebben niet een soort aha-erlevenis. Die denken alleen van, oh, dus je bent dat andere wijf dat ik ook helemaal niet ken. Snap je? Maar daarna vind ik dus eten bij een ander stel het allerergste wat er is. Dan kom je daar en dan krijg je een rondleiding door hun huis. Dat je denkt, een rondleiding door je huis? Ik kom net van mijn huis. Ik weet precies waar alles staat. Maar we zijn vanavond bij jou. Jij gaat alles pakken, toch, vanavond? Nou, dan ga je mee van, nou, tada, dit is de slaapkamer. Ja, ah, vandaar het bed. Nou, dan ga je weer naar beneden en dan zit je aan tafel, heb je niks met elkaar te bespreken, dat heb je gewoon niet. En de eventuele chemie waardoor je dacht, misschien moeten we dat maar eens doen, die bestaat ook niet, omdat de ene iemand de hele tijd naar de keuken moet. Ja, dus je mist gewoon iemand en dan ga je zo tegenover elkaar zo, ja. 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 Nou, op een gegeven moment zit iedereen vol met lucht en dan kan er gegeten worden. Nou, en op een gegeven moment, op een gegeven moment heb je tijdens het eten natuurlijk ook niks om over te praten. Dus dan ga je over dat eten praten. Zo nou, is het in de oven geweest of zo dit? Was het in de oven? Duurt het lang? Duurt het lang? Wat maakt het uit hoe lang het duurt? He, het is blijkbaar klaar als jij langskomt. He. Ja, geniet ervan, toch? En toen zei, maar het ziet er ook zo mooi uit. Het ziet er ook zo mooi uit zo. Zie je zo op het bord? Zo op het bord is het. Het ziet er mooi uit zo. Het is bijna zonde om op te eten. En hoe maak je dit dan? Is het kaneel of zo? Is het kaneel? Wat is het? Hoe maak je dit dan? Wat maakt nou uit hoe je het maakt? Jij maakt het voor mij, je geeft het aan mij, ik prop het in mijn bek en ik maak er kak van. Ja. En dat is niet omdat ik geen respect voor je heb, maar zo werkt mijn lichaam, weet je wel. Ik ben een soort poepmachine eigenlijk. Toch? Ik heb VWO gedaan, maar ik ben ook een soort poepmachine. Net als jullie. Nou goed, en op een gegeven moment, na het eten, is de sfeer helemaal kapot. Snap je? Is de sfeer helemaal. Snap je? En wat wel vaker gebeurt natuurlijk, als je 4 mensen bij elkaar propt, die alle 4 niet een nieuw iemand gaan neuken. Dat haalt de scherpe randjes er een beetje vanaf, toch? En dan vertel ik altijd een anekdote. Ik heb een hele goede anekdote. Dat gaat over een vriend van mij. Die is ooit in elkaar geslagen door een beer van een vent. De clue van het verhaal is,
het is niet een heel groot iemand waar we het over hebben, maar echt de beer van een vent. Nou, dat werkte niet toen, toen ik dat deed. Nee, voor, het werkte wel, maar ik had weer dat moment. Weet je wat vaker hebt, dat jij vertelt een verhaal, alles gaat goed, je zit er lekker in, je hebt het tegen je vriendin en dat andere stel, maar op een gegeven moment raakt dat andere stel om wat voor reden dan ook afgeleid, waardoor jij ineens een verhaal aan je eigen vriendin aan het vertellen bent. Ja? En niet alleen kent ze dat verhaal al. Maar ja, ik praat dan wel door. Van, nou ja, maar ik ben alleen maar bezig. Komt dat andere stijl er nog bij? Zij zit ook van, ja. Mij een beetje lief aan te kijken. Zij denkt natuurlijk diep van binnen ook van, ja, de beer van een vent. Ja, ik vond het de eerste keer al moi. Maar vandaag stoor ik me zelfs aan de vorm van je hoofd.